Raymond, gefeliciteerd met je overwinning. Dank je. 101 gemiddeld. Zeker in je eigen leg zagen we echt de oude Raymond weer terug. Enorm gefocust vandaag. Wat is je gevoel op podium? Ja, wel even wennen natuurlijk. Hè. Kijk, je moet niet vergeten dat ik de Premier League was natuurlijk in maart. Ja, daarna natuurlijk wel World Series gespeeld in Australië en Nieuw-Zeeland. Dat was alweer in augustus. We zijn inmiddels in november. Dus dat is wel even geleden dat je natuurlijk wel weer even op dat podium staat. Op het hoogste niveau. Ja, dan moet je het maar wel weer even doen. Terwijl deze jongens natuurlijk elke week Pro Tours, Euro Tours, televisietoernooien spelen. Germaine heeft natuurlijk de match mee gespeeld, de World Cup gespeeld, Grand Prix gespeeld, ja, EK gespeeld. Ja, die heb ik allemaal moeten missen. Dus op een gegeven moment vergeet je ook een klein beetje dat je die ritme tekort komt. Ja, en wat kan ik doen? Ik kan alleen maar een beetje in mijn kantoor een beetje oefenen. Focussen op dit. Ja, dat heb ik ook maar gedaan. En gewoon eigenlijk gewoon... Ja, het is wat het is. Gaat het dan fantastisch? Gaat het niet? Ja, dan heb ik eigenlijk niet het gevoel dat ik heel veel moet bewijzen. Zo ben ik eigenlijk vanavond op podium gegaan. De druk is er een beetje af. Je hebt nu het laatste jaar. Ja, goed. Maar ja, kijk, die druk is er altijd wel mijn hele leven wel. Kijk, het is gewoon niet te vergelijken. Wat je natuurlijk in zo'n ingangruimte staat te gooien, dan heb je totaal geen hartslag. En dan kom je dat podium op. Ja, dan wordt je hartslag in één keer 180 natuurlijk. Ja, en daar moet je mee om weten te gaan. Elke keer als hij zijn eigen lek won, ja, dan moet je toch maar weer blijven geloven. En hou je eigen lek en probeer hem een keer te breken. Breek je hem, ja, dan moet je wel weer je eigen lek blijven houden. Dus het is best wel een intens spelletje. Maar ja, goed, dat weet ik al jaren. Ja, na 35 jaar vind ik het ook mooi zo. Het is mooi zo. Morgen wacht of Rob Cross of Dave Chisnell. Ja. Ga je met dezelfde focus het podium op, dezelfde voorbereiding? Ja, zeker. Van Rob heb ik officieel nog nooit gewonnen. Een keer een avondje op een demonstratie. Dus wat dat betreft zal dat echt een hele zware pot gaan worden. Ook al omdat hij afgelopen week Europees kampioen is geworden. Hij verdedigt dit jaar zijn wereldtitel. Dus ja, Rob en ik, lastig verhaal. Maar ja, goed, het kan ook nog Chisnell worden. Op dit moment staat 1-1. Dus ik weet het niet. Ik ga gewoon er alles proberen uit te halen en proberen zo goed mogelijk voor te bereiden voor morgen. Meer kan ik niet. Raymond, bedankt en heel veel succes morgen. Dankjewel.